Hallo, ik ben Sophie, ik ben statisticus en ik werk bij StatBel, het Belgisch Statistiekbureau. En ik ben daarnaast ook nog vrijwillig onderzoeker aan de VUB. En in mijn vrije tijd loop ik, en normaal volleybal ik ook en tennis ik ook, maar dat is nu niet mogelijk. Wat jullie niet zien aan mij is dat ik slechthorend ben. Ik draag sinds mijn 18 jaar oorapparaten. Digitale drempels. Ik ondervind toch wel wat problemen als slechthorende bij online meetings en vergaderingen. En nu met het vele thuiswerk stapelt zich dat een beetje op. En ik merk wel dat ik meer moe ben dan anders. Zo had ik bijvoorbeeld vorige week een evenement en ondanks dat ik gevraagd had voor aanpassingen, kon er geen schrijftolk voorzien worden. En ik merkte toch dat zo'n hele dag opleiding best vermoeiend was. En dat heeft tot gevolg gehad dat ik 's avonds niet meer kon deelnemen aan een belletje voor een verjaardag van een vriendin. Dus het is toch wel belangrijk voor die balans te bewaken dat online events, webinars en opleidingen toegankelijker worden gemaakt voor bijvoorbeeld slechthorenden. 3 tips voor organisatoren. De 3 tips die ik heb van de vele voor organisatoren is: voorzie zeker een kotje waar iemand kan aanvinken. Ik heb aanpassingen nodig, want voor mij is het niet altijd eenvoudig om een online meeting of event of webinar te volgen. Probeer voor slechthorenden te kijken wat voor hen werkt. Voor mij bijvoorbeeld zou een schrijftolk erg helpen. En een 3e tip voor organisatoren is: zie dat degene die spreekt altijd mooi in beeld is, zodat we kunnen liplezen. 3 tips voor slechthorenden. Uiteraard heb ik ook enkele tips voor slechthorenden zelf. Zo kan je bijvoorbeeld een lijstje aanleggen van tips en tricks, dingen die voor jou werken in een online meeting of opleiding. En dan kan je deze delen met je collega's of de mensen waar je mee zal vergaderen. Ten tweede kan je ook misschien eens verbinding zoeken met slechthorende collega's of slechthorende vrienden en ideeën en tips en tricks uitwisselen. En tot slot raad ik enorm aan om de 40 minuten toch een kleine pauze in een meeting in te lassen en deze ook echt te nemen. Het helpt echt om even weg te zijn. Ga in die 5 minuten pauze dan zeker niet je mails checken, maar echt gezicht weg van het scherm, de headset even af, eventueel de oorapparaten even uit en even uitblazen. En als ik nog een gouden tip mag geven, als je even de weg niet weet, zoek een hoorcoach of ga ten rade bij je audioloog wat voor jou misschien kan helpen. Veel succes! Een webinar of videovergadering kan voor iedereen toegankelijk zijn. Inter kan je daarbij helpen. Check inter.vlaanderen voor goede voorbeelden en nuttige tips.